Een van die gevallen is de Irakese familie Kamel. Heit en mem wen je al santjen hier in Nederland. De fjouwe bern ben je er al hier bennen. Uitname van Dirman van Tolve is een bennenpardon onvregen. Dat krijgen ze net, want nadat ze uitprocedeerd wienen, is het gezin even verdwongen van de radar van het Rijk. We waren bij familie. Ze zeiden dat we 4 maanden uit zicht van de Rijksoverheid zijn geweest. 4 maanden moet je niet illegaal zijn, je moet minder dan 3 maanden illegaal zijn. Dan krijg je verblijfsvergunning, maar wij zijn niet illegaal geweest. Nee. En je ging gewoon naar school? Ja. En dus ben ze bij de gemeente nog wel in het zicht bleun. Maar dat telt net, vindt staatssecretaris Steven Ontnota. Toch vinden meer dan 300 burgemeesters, waaronder de meeste Frieske, dat bern en haar gezin in die geval een verblijfsvergunning hadden. Deze bern stiet onomstotelijk vast dat ze 4 jaar of langer hier geweest binnen. En ik vind dat je bern daarvoor net de dupe wijze litten mij van wat er in het verleden gebeurd is. En dat deze bern nou rucht hebben op een leven hier in Nederland en op zekerheid. Want door kan je misschien niet verdragen, want ik was het verdrag van de kinderrechten. Ja, maar dat is natuurlijk het verdrag wat het hier om gaat, het internationale verdrag voor de rechten van bern. En het belang van bern staat voorop. Waar je is in de Tweede Kamer een hark zit door de kwestie. Daarom had de bennenombudsman Joert het tientallen gevallen op het internet zet. Hij vindt ook dat de rechten van de bern schijnt worden. En bij het AZC worden wel gauw omsprutsen door verschillende bern die het geef Nederlands praten en die met haar gezin in dezelfde situatie zitten en daar omdenken van vreegje. Ze wacht je, krijg als de familie Kamel al zo lang op een verblijfsvergunning. Als het allemaal niet lukt, dan zouden jullie weer terug moeten naar Irak. Ja. Wat zou je daarvan vinden? Niet leuk, want ik ken de taal niet. Als ik terug moet, ga ik naar school, kan ik die taal niet schrijven, spreken, lezen. En dat is voor mij moeilijk.